Tommy mag nog een keer binnen door, zeg. Diane Lane komt dan naar de derde plek. Maar cameraman, pak de voorste maar, want daar gaat het om. Een demonstratie, een geweldige prestatie van Monaco Royal Event, maar ook van Fleur Swagerman, want die komt met elke stap dichterbij. Monaco Royal Event echter is op tijd binnen. Fleur Swagerman 2, Diane Lane 3, 4, Lisa Zandbergen. Een oproep voor de leerlingpikeur Thomas Bos met spoeddraverijcomité. Thomas Bos. Ja, daar zijn we weer, Micha. Het wordt nou wel heel erg spannend. Ja, ja, ja. Ik krijg, zoals ik al zei, alle kansen van Bas en gelukkig pak ik ze vandaag. Op de finish werd het nog een beetje eng. Het werd een beetje makkelijk. Maar je hebt ook een aardig jasje uitgedaan de eerste 1800 meter. Ja, ik liet hem lekker op zijn eigen tempo lopen en dat is wat hij wil. En ja, hij werd moe op het einde, maar dat komt omdat hij 5 maanden rust heeft gehad en super. Ik heb net gehoord van de eigenaar, ik wil nog een bevestiging van de trainer. Godiva Flevo, volgende week tegen Giant Shadow. Ja, ik ben benieuwd. Gefeliciteerd en weer een waardebon. Is goed, gefeliciteerd. U mag voorrijden. Monaco Royal Event en man in vorm, Micha Brouwer. Een dubbel. Vijftig meter nog. En de start valt. En oh, Monaco Royal Event die kan de leiding niet verdedigen. Want Cassandra D is veel sneller. Maar Cassandra D is altijd genegen om die kop af te geven. En dan is Thomas Bos een beetje gesassiebald. Want die zit daar nu een beetje dan tussen de paarden. En moet dan zo dadelijk dan hopen dat er misschien nog een keer ruimte komt. De koers lijkt gelopen. Want Cassandra D geeft over aan Monaco Royal Event. Geweldige beginfase van Micha Brouwer. Niet de gemakkelijkste van start af. Maar dit heeft hij meesterlijk gedaan. Bos al naar het tweede spoor. Die denkt daar blijf ik niet zitten. En dus krijgt hij ook een koers op maat. En zo laten die twee leerlingen zien dat ze toch geweldig kunnen rijden. Paarden gaan op weg naar de verre linkerbocht. En het is aan kop van het veld Monaco Royal Event. Hij heeft een anderhalve lengte voor op Cassandra D. Aan de buitenzijde komt daar Dashing Dragon naar voren. En die wordt gevolgd in het tweede spoor door paard nummer 1 Fleur Swagerman. Daarachter krijgt een koers op maat. Yokohama S, daar heeft hij nog nooit gelegen zo lekker aan de reling. En wijd aan de buitenzijde krijgt Cha-Cha-Cha geen positie. En die moet terug naar de laatste gelederen. We gaan op weg naar de overzijde van de baan. En ja, voor Cha-Cha-Cha lijkt zijn koers gelopen. Voor Dashing Dragon eigenlijk ook wel. En die krijgt ook bepaald geen... Maar ja, die zou misschien zo dadelijk naar binnen komen. En dan valt er nog wel wat te halen. Kees Zij probeert dat te voorkomen. En dat is op dit moment even een strijdje die gaande is in het midveld. Maar ver achter de koploper, want die gaat er even vandoor. En dat is die Monaco Royal Event. Het is een demonstratie wellicht van Micha Brouwer in de kwartetkoers. Waarbij de boelgarantie andermaal niet gehaald is. Waardoor het kwartet nog wat extra zou kunnen brengen. We komen zo dadelijk weer in de rechte lijn. Monaco Royal Event heeft een geweldige voorsprong opgebouwd van zeker een lengte of 5. Op de tweede plaats Cassandra D. Maar er komt reactie. Rob van Toor. Hij brengt vanuit de staart van het veld zijn Wisan Zartbergen nu in stelling. En die komt in het buitenste spoor wat naar voren. Hij loopt ook een geweldige koers door die Cha-Cha-Cha. Maar hij heeft eigenlijk alles tegen gehad wat je maar tegen kan hebben. En we zijn inmiddels met een demonstratie van die koploper Monaco Royal Event op weg naar de overkant van de baan voor de laatste maal. Maar daar komt Thomas. Hij gaat in de achtervolging met zijn nummer 1 Fleur Swagerman. En die is inmiddels voorbij gegaan aan Cassandra D. Achter Cassandra D is het dan paard nummer 8 Yokohama S. Maar die krijgt een aanval van Bizar Zandbergen. En er komt er eentje binnendoor, zegt Diane Lane. Tom Kooijman. Nou, dat lijkt het paard misschien wel voor de tweede plaats. Als iemand hem zo dadelijk een beetje ruimte gunt. En we gaan dan op weg naar de laatste bocht. En Monaco Royal Event voor de derde plaats, moest ik natuurlijk zeggen, heeft de voorsprong. Tweede plaats, Fleur Swagerman. Tommy mag nog een keer binnendoor, zegt Diane Lane. Komt dan naar de derde plek. Maar cameraman. Pak de voorste maar, want daar gaat het om. Een demonstratie, een geweldige prestatie van Monaco Royal Event, maar ook van Fleur Swagerman, want die komt met elke stap dichterbij. Monaco Royal Event echter is op tijd binnen. Fleur Swagerman 2, Diane Lane 3, 4, Lisa Zandbergen. En Cha-Cha-Cha, geweldige vijfde.